ben Femke Nijland van Landgoed Kaams. We runnen dit bedrijf samen met mijn ouders, broers en zus. En we leveren kaas aan HelloFresh. Ja, mijn oma heeft het bedrijf ooit geërfd. Toen was het nog een gemengd bedrijf met varkens en kippen en ook koeien. En uiteindelijk heeft mijn vader het overgenomen in de jaren 80. En is hij samen met mijn moeder eigenlijk begonnen met kaas maken. En dat is ongeveer 30 jaar geleden. Het is natuurlijk heel mooi om zo letterlijk ook zo dicht bij je leverancier te zijn. En echt in het weiland te eten, tussen de koeien. Dat is voor mij ook nieuw. En ik denk voor onze klanten ook. Ja, we proberen de koeien zo goed mogelijk te verzorgen. Mijn vader zegt altijd, als we goed zijn voor de koeien, dan zijn de koeien ook goed voor ons. Dus als onze koeien naar buiten willen, dan kunnen ze gewoon vrij naar buiten lopen. We zaaien extra klavers op het land. En die klavers zorgen eigenlijk voor gezondere vetten in de melk. En ook weer dus gezondere vetten in de kaas. En dat zorgt ook weer voor extra smeuïgheid. Het ontwikkelen van de verschillende kaassoorten gaat heel verschillend. Af en toe dan krijg je bijvoorbeeld een vraag vanuit de klant en ga je daarmee aan de slag. Maar soms zie je het ook bijvoorbeeld in andere producten, dat je brood met veel pompoenpitten ziet en dan denk van ja, daar gaat heel vaak kaas op, dus waarom stoppen we die pompoenpitten niet in de kaas? Nou ja, zulke dingen denk je dan over na en uiteindelijk kom je tot een mooi product. Al de producten komen rechtstreeks bij de boer vandaan. Hetgeen wat we koken. En het is voor een chef erg leuk om met verse producten te koken. En verser dan dit bestaat niet. 3, 2, 1, cheese! Ja, het is gewoon bijna onze eigen achtertuin hier. Dus dat is wel uniek om dan te zien dat je gewoon hier je producten ook vandaan hebt. Dat wist ik eigenlijk niet. Ja, hoi! Alsjeblieft, ja, hoi, ik ben Maartje. Hoi! Maartje, ken je ook? Dat is wel leuk. Ik denk, ja, er zit een heel groot bedrijf achter, maar Maartje was er ook gewoon echt.